Welkom. Welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 73. 73. 73. Ja, we hebben weer een hele leuke, een hele hoop leuke dingen om jullie te laten zien. Nou heb ik vanmorgen niet echt iets gedronken bij mijn ontbijt. Dus ik heb het mee hier naartoe genomen als je niet erg bent. Maakt niet uit. Altijd een groot glas melk bij het ontbijt. Maar het is natuurlijk niet netjes als ik dat alleen hier ga zitten drinken. Wil je ook een beetje? Ik dus ook een beetje. Ja, je hoeft niet in mijn ritje te drinken. Je hoeft alleen maar zo te zuigen, zeg maar. Dus het gaat zeg maar op afstand. Gaat op afstand. Gaat dat? Als het goed is. Zoals zure melk. Ja, zeg maar eventjes. Wat zeg je? Beetje zuur. Kijk, dan mag wel meer hebben. Pak een beetje meer. Heel goed. Oké, dat is wel genoeg. Ik wil straks nog wat hebben. Nou, dit is, het is maar een voorbeeld, maar dit is het Automatic Milk Glass. Goed gemaakt, degelijk geen dunne plastic wegwerpglas. Het is echt een plexiglas glas. Waar je een rietje in kan zetten, eventueel ook. Je kan het schoonmaken door het door te spoelen, zeg erbij. Je kan het niet uit elkaar halen, demonteren, maar daarom is het juist ook zo goed. Je kunt de snelheid zelf bepalen. Nu liet ik het even snel, ik liet het even stoppen, doen wat langzamer. Dat kan door middel van een speciale ventiel die erbij zit. Die ventiel gebruik ik nu niet. Ik gebruik van andere iets wat ik zelf handiger vond eventjes. Maar dat zit er ook bij. Ja, super makkelijk te bedienen. Nou, je begint zeg maar op deze hoogte wat je net zag. Dat is de maximale hoogte. En hij gaat leeg tot wat je nu ziet. Dat is eigenlijk het laagste niveau. Maar dat is goed. Het is een gigantisch verschil wat mensen zien verdwijnen. Ideaal voor een buikspringpop. Je kan het ook gebruiken trouwens om... Kijk, nu zit er de milkshake deksel erop, laat ik het even zo noemen. Maar je kan hem ook zonder die deksel gebruiken. Dan kun je het bijvoorbeeld in een krant gieten. Of in een hoed. Of in een geleend ander voorwerp. Dit is het Automatic Milk Glass. Je krijgt er ook... Hoeveel vloeistof gaat erin? Oh shit, dat weet ik niet meer. In mijn hoofd. Volgens mij staat wel in de beschrijving erbij. Half liter of zoiets. Ik dacht ook een half liter. Maar dank ook. Maar ik, dat is een goede vraag, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Je krijgt er ook stickers bij. Ik kan er net niet bij, maar zijn van die bekend koffiemerk die hierop lijken. Stickers voor hierop, daar lijken het gewoon alsof je echte koffiebekers hebt, zeg maar. Een transparante koffiebeker lijkt het nog normaler. En het Automatic Milk Glass kost €45. Inclusief online video instructie, waarin ze uitleggen hoe dit helemaal werkt. Nou, goed gemaakt. Automatic Milk Glass. Ik parkeer hem even hier. Zo. Nou René. Halloween komt weer bij. Halloween komt daar, ja dat klopt. Ik heb namelijk meegenomen. Kun je namelijk je vinger doorheen duwen? Ja? Ja. Dan kun je dit mes, of het houten plaat zullen we maar zeggen, hier erin zetten. Ja. En dan wil ik jou vragen René om zo meteen je vinger erin te zetten. Ja, doe je echt niet. Ja, doe maar even. Boven of onder? Doe maar hieronder. Hieronder, zo. Zo dan, ja. Dat mensen het thuis kunnen zien, zo. Okay. En het mooiste is dan, de bedoeling is dat je erop staat en dan gaat hij door je vinger. Gast. Wil ik vragen aan jou René om de vinger even op te tillen. Dan zie je dat hij als het goed is, door je vinger heen gegaan is. Ja, en deze truc kost... €25. €25, oh ja, ik heb hier een doosje. Dit is de, laten we zeggen, de kopie. Door jaren de handel in, van een leverancier uit India. De originele versie van is Impossible Penetration. Hebben we normaal ook, is even uitverkocht. Die is €50. Dit is een kopie, laten we het even noemen, goedkopere versie. Ook prima gemaakt, er is wel verschil met de luxe. De luxe is gewoon net iets mooier afgewerkt, net iets beter. Maar dit voldoet ook professioneel. Als ik zou optreden, zou ik deze niet gebruiken. Persoonlijk, hè. Zou ik die andere gebruiken, omdat ik daar het verschil tussen weet. Die is nog net iets mooier, gewoon afgewerkt. Zijn ze preciezer, maar dit werkt ook prima. En zeker voor de prijs van €25 is dit echt een leuk ding. Zeer verbluffend. Ik gebruik de originele altijd in mijn close-up act. En als ik hem een tafel oversla, als ik langs tafels ga om mensen te goochelen... En mensen hebben me ergens anders gezien dat ik het deed. Dan vraag ik altijd, je hebt bij ons die met die guillotine met dat plaatje niet gedaan. Dus het is altijd wel een leuk ding. Ja. En veilig. Tenminste, als je niet zo hard slaat als Leon. Dat is niet zo veilig. Want als dan je vinger echt klemt, valt hij alsnog eraf. Mm-hmm. Nee, maar in principe het is geen mes. Dus
Ook al zou je, stel je met kinderen werken, kinderen erbij, kun je altijd zeggen, ik heb hier een plankje, let op, het is niet scherp, voel maar even. Dus het is wat, ja, toch? Vriendelijker. Al blijft het een spannende act als je een leuk verhaaltje daarbij maakt. Dan iets totaal anders. Een spelkaarten. Laten zien. Allemaal verschillende kaarten. Yes, fair. Kijk, mooi. Dan kan ik jou een kaart laten pakken. Maar bij sommige goochelaars gaat dat niet helemaal eerlijk. Oftewel, je ziet niet wat je pakt, dus ik zou jou kunnen sturen. Ik zou een kaart kunnen forceren. Dat is niet de bedoeling. Ik wil dat je een complete vrije keuze hebt, dus ik vraag je om willekeurig aan één van die kaarten te denken. Heb ik. Heb je er eentje? Oké. Okay. Ik vraag jou aan de kaart te denken. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik niet kan weten welke kaart dat jij in gedachten hebt. Zou ik er eentje laten pakken? Zou ik hem stiekem kunnen zien? Zou ik iets kunnen doen? Nu weet ik niet aan welke kaart jij denkt. Even voor de eerlijkheid. Hebben wij iets afgesproken? Nee. Nee. Het zou, we zouden iets kunnen afspreken natuurlijk. Ja, dat is voordeel. Hey, weet je, pak die kaart. Dan zeg ik dat het die is. Is niet het geval. Leon. Jij had een hoge kaart. Ja, dat is ook een hoge kaart. Niet, dus niet van een hoge kaart, maar een hoge kaart. Zeg maar zo, laat ik zo zeggen, kijk, een 2, 3, 4 is echt allemaal laag. En dan kan je richting 10 zijn je al best hoog. En de plaatjes zijn heel hoog. Maar jij hebt een hoge kaart. Let op. Sterker nog, ik zal het zo doen. Welke kaart had jij gekozen? Een gedachte genomen. Ja, een gedachte genomen. Ruiter 8. Sterk, niet? Ja. Dus je kunt mensen een kaart laten kiezen uit het spel. Maak het zoals we dat zien. Ze hebben gewoon vrije keuze, alle kaarten. En dan... Kun je het nog een keer doen? Ja, in theorie kun je het nog een keer doen. Kun je nog een keer doen. Dus doen we niet, maar je zou het wel nog een keer kunnen doen. Je kan het in principe blijven raden. Je kan met meerdere toeschouwers ook doen. Je kan het zelfs zo doen dat de toeschouwer mag couperen. Hey, dus je zegt... neem een kaart in gedachten. Leg je de kaartspel op je hand, kan ook. Zeg je, pak er een stapel vanaf. En dan vraag je welke kaart had je. Nee, je zegt eerst welke kaart heb je gekozen. Belangrijk. De toeschouwer pakken zelf een stapel vanaf. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik noem iets, harte 3. Dan zeg je stapel, harte 3. Nou, verbluffend. Uitermate interessant. Even voor de duidelijkheid, het is een rangding. Ja, het is 52-1 deck. En we hadden er. Aantal besteld wel in Amerika. En we kregen de mail vanuit Amerika, omdat ze voor ons klaar lagen. Weet je zeker dat je ze wil hebben, want ze zijn uitverkocht en iedereen vraagt daarna. En wij krijgen elke dinsdag sturen ze onze spullen op. Dus het was volgens mij vrijdag dat ze dat vroegen. Ze kwamen net voordat we, nadat wij vorige week besteld hadden, kwamen ze op voorraad in Amerika. Dus dan blijven ze liggen tot de volgende dinsdag. Dan komen ze mee hier naartoe. Zeiden ze, wil je ze nog hebben, want anders kunnen we ze makkelijk doorverkopen. Want iedereen vraagt daarna. Ik zeg, nee, bewaren, want wij willen ze ook voor onze klanten. Dus ze zijn volgens mij op dit moment gewoon nergens even te krijgen meer. En ik verwacht dat onze voorraad ook gewoon weg is. Ja, het is gaaf gemaakt. Het is een heel goed gemaakt spel. Het komt in principe kant en klaar. Het is volledig speciaal gedrukt. Ze leggen erbij op bicycle kaarten. En je moet één extra dingetje even doen. En dat kunnen ze nog niet doen omdat het in de fabriek niet te doen is. En als je dat gedaan hebt, laten we het zo zeggen. Je bekijkt de video. En 10 minuten later zou je dat terug kunnen. En 10 minuten later doe jij de truc. De skill level is ook niet hoog, dus je. Nee. Dat is niet moeilijk eigenlijk. Nee. Je kunt er bijna, zullen we zeggen, als je even de video gekeken hebt. In principe zou je het al meteen kunnen doen, maar het is wel verstandig om even de video te kijken. Nou, sterker nog, ik heb gisteren even de video gekeken, een half uur. Toen kwamen klanten en andere dingen, dus toen moest ik stoppen. Maar ik wilde hem vandaag doen, dus daarom keek ik even de video. Dus ik heb vanmorgen even de preparatie gedaan in een minuutje. En we doen nu de truc. Dus in principe het is echt niet moeilijk. Nu zijn we natuurlijk al wat gewend, maar. Het is echt goed te doen. Echt een aanrader. Prijs €33,95. Ook een scherpe prijs. Ik ook helemaal geen. Kaartspel met online video. Is ook een scherpe prijs hoor. Ga maar checken. Het is echt een hele scherpe prijs. Ja, absoluut een aanrader. De 52-1 deck van Wayne Fox en David Penn. Zullen we toch over kaartspel hebben? Mm-hmm. Ik heb hier ook een mooi kaartspel. Oeh. Zal ik even de doos laten zien? Je kunt hier ook een vinger in doen, maar dat is niks voor Halloween of zo. Ja, maar zo gaat het dit hier uitgestampt. Ja, dus in principe kun je... Ik zal even de kaart er weer in doen. Kijk. Kijk, zij kan even kijken. Kijk, dat is ook al gaaf, zie.
Mooi doosje, voelt er mooi aan. Ja, zilver erop gedrukt, embossed. Dus een beetje 3D, zeg maar. Spelkaarten. Kijk eens. Oh, je ziet inderdaad dat elke pip is net rood heeft een beetje zwarter in en zwart heeft een beetje roter in. Ja. Dat is eigenlijk het speciale. Daar gaat het hele spel eigenlijk over. Over toch het overloop in kleur van blauw naar rood, rood naar zwart. Hier overal zit net een beetje kleur in. Mooi plaatjes hoor. Laten zien. Daar vragen ze het ook meestal om. Ja. Ja, het zijn geen bijzondere plaatjes. Alleen maar de kleuren die eruit springen. Ja, mooi deck. Het is echt een special edition. Limited edition ook. Vandaar ook de prijs waarschijnlijk. Want het is toch wel een iets duurder spel. Maar ja, er zit ook echt overal speciaal. Het doosje speciaal. Het label was genummerd. Je ziet hier ook nummer. Het is kaartspel nummer 1251 van de 2500. Dus het is echt allemaal... elk seal is uniek. Ja. En dit kaartspel kost €27,95. Ja. Limited edition. We hebben er een aantal, maar ze op zijn komen waarschijnlijk ook geen nieuwe meer, omdat ze gewoon niet meer te krijgen zijn dan. The Bicycle Ombre deck. Ombre. Ombre? Ombre. Ombre. Ja, we hebben net melk gehad, maar het is nu iets later. Bier. Oktoberfest is oktober. Ja, eigenlijk moeten we wel pullenbier hebben, dus natuurlijk ook een beetje voor watjes. Maar dat maakt niet uit, we doen er iets anders mee. Koker. Jij mag me nadoen. Oké. Okay. Je zet de koker over de fles. Je legt je hand bovenop. Leg de hand er bovenop. Je draait de fles 3 keer met de koker. 1. 2. 3. 3. Ja. En dan staat je fles gewoon... Op mijn hand, dat is goed. Rechtop, hè, zo, hè. Oké, draai maar om. Oké. Doe nog een keer. 3 keer draaien. 1. 1. 2. 2. 3. 3. En dan staat je fles gewoon, neem ik aan, nog rechtop. Wat doe je anders dan ik? Oké, nog een keer, even. Rechtop zetten? Ja, zet hem rechtop. Ja, doe hem rechtop. Oké. 3 keer draaien. 1. 1. 2. 2. 3. 3, ja. Dan staat hij rechtop, hè. Dan draai ik even rechtop, want ik snap niks van u. Even terugdraaien. Ja? Oké. 3 keer nog. 1. 1. 2. 2. 3. 3. En dan staat hij rechtop. Toch? Oké. Okay. Dat is raar, want als ik hem omdraai, soms staat mijn fles zo. En soms staat hij zo. Ik weet niet hoe dat kan. Maar het kan wel gebeuren. Dus draai hem even terug. Dat maakt niet uit. Oké. Maar dit is in ieder geval de tricky bot. Dus je kunt eindigen hoe je zelf wil. Je kan erin doorgaan. Je kan er grapjes mee maken nog. Dit is onze eigen versie van de... Tricky Bottles. Dat wil zeggen, dit is de luxe versie. Mooie kokers. Zit veel werk in. We balen elke keer als die dingen verkocht worden. Want dan moeten ze steeds nieuwe fles bier leeg drinken. En leuk is, ik heb nu heel veel sets gemaakt. Maar dan moeten we heel veel flessen bier drinken. Dus we moeten even opschieten met deze update. Dan kunnen we beginnen met bier. Op de website vind je deze in een aantal kleuren. De rode versie, zoals je hier ziet, hebben we er nog een paar van. Want we gaan nu overstappen op de blauwe versie. Die kun je daarnaast ook vinden. Het is allemaal mooi, heel mooi gemaakt. Als ik het zelf maak, Maar het is helemaal metallic gespreid met afwerking, glanslak, noem maar op allemaal. Dit hebben we. Dus deze vind je onder Tricky Bottles Deluxe rood. Tricky Bottles Deluxe blauw. En hier hebben we nog geen naam voor. Maar dit is de Tricky Bottles Deluxe paars. Nou, Baas, Crackle, de Bliksem, Lightning, weet ik veel. Dus het is nog een hele andere editie. Misschien, ja. Dus je kunt de eigen smaak kun je het uitzoeken. De basis is allemaal hetzelfde. Bierflesjes, echte bierflesjes. Maar ook die zijn aangepast zodat ze perfect overeenkomen met de rest van de truc. Dus niet gewoon een bierflesje en klaar. We doen er iets extra's mee. Er zit toch een hoop werk in stiekem. Het kost allemaal €59 per set. Inclusief Nederlandse gebruiksaanwijzing. Super gemakkelijk te doen. Leuk met kinderen, leuk met volwassenen. We hebben kinderen ook leuk, alleen opletten. Hè? Ja, dat wil ik wel zeggen. We hebben ook een budgetversie, €27,50. Met plastic flessen. Dat hebben we ook. Zijn er geen echte bierflessen. Maar dat is met kinderen, als die laten vallen, stuiteren die flessen. Je raapt ze op en je gaat weer verder. Dus dat is er ook. We zijn de Tricky Bottles. Ja, we gaan even opdraaien hier. Ja. Hij is echt leeg, hè? Ja, ze was er net al uitgevallen. Ja. Oké. Hebben we nog iets? Ja, we hebben goed leeg gedronken. Ik heb er nog wel iets. Want gisteren was onze vriend Joop hier, Joop Venstra. En die heeft... Oeh, sorry Joop, ik zal niet op je hoofd slaan. Die heeft een mooi boekje geschreven over zelfhypnose.
Ja, alle mensen die geïnteresseerd zijn in hypnose, het is zeker niet verkeerd om de kracht van hypnose zelf te ontdekken voordat je aan de slag gaat. En dat kan door middel van dit boekje. Want met zelfhypnose kun je doelen bereiken die je anders moeilijker kan bereiken. Dus in principe zet je het plantje wat in je eigen geheugen waar je je aan wil gaan houden. Dat zijn afspraken met jezelf, zo moet je het zien. En dat gaat makkelijker als je weet met welke techniek dat je dat kunt doen. Het is een mooi boekje in het Nederlands. Nou, ik zei al, ik vind dit heel handig, dat ik hier zag. Ik denk, dan kun je gewoon, als je waar je gebleven bent, doe je bijvoorbeeld dit. En dan, je hebt altijd een soort van boekenlegger. Dat is echt een luxe. We hebben ze allemaal laten signeren door Joop. Tenminste, de eerste partij. Dus als je deze video na 2 jaar kijkt, is de kans groot dat misschien het boekje er ook niet meer is. Dat weet ik niet, maar dat ze niet meer gesigneerd zijn. Er zitten ook foto's in over de geschiedenis van Joop. Ook kleurenfoto's, ook over zijn hypnoseshows. Ja, dus een leuk boekje. Ik zal even kijken hoeveel pagina's het heeft. Dat heb ik nog niet bekeken. 99, net geen 100. 99 pagina's. En het gaat volledig over zelfhypnose. Dat is wel echt een zeer interessant boekwerkje. En voor de prijs hoef je het niet te laten. 14,95 euro. Een Nederlandstalig zelfhypnoseboekje. Ja, zeker een aanrader. Check hem op de website. Ja. Ik heb niks meer hier liggen. Ik heb hier nog wel wat liggen. Oh. De magnetische munt. Een magnetische munt. En een flippermunt. En een flippermunt. Dit is de magnetische munt. Ja, nou die kun je nu niet laten zien, we hebben geen magneet, maar het is een magnetische munt. Het is ook. Ja. Dit is een magnetische munt. Ja. Je gaat ook niet roesten, want het is. Koper ja. Met magneet erin. En dit is een flippermunt, eventjes voor het idee. We willen niet meteen verklappen hoe het werkt, maar de mensen die het weten wat een flippermunt is. Twee munten. Ja. Wat ook mooi is bij deze versie, vond ik, je kunt ook eventueel nog zoiets doen. Als je wil, maar het is een mooie munt, dus in principe kun je van één munt... Twee munten maken. Van twee munten één munt maken. Ja. Mooi ja, gemaakt. Ook van koper, dus gaat ook niet roesten. Ja, even voor de duidelijkheid, wij verkopen ook een setje. Morgen dollar set replica. Voor 49 euro. Er zit een geheim iets bij. Dat past hier niet overheen. Nee, dat past niet, ja, inderdaad. Of heb ik nou te veel gezegd? Nee. Het hulpmiddel, zeg maar, is deze munt is iets groter dan een normale morgen dollar replica, waardoor het er niet overheen past. Maar het is wel gemaakt van, ook deze replica is ook helemaal koper. Het ja. Is echt mooi gemaakt voor een... Hele scherpe prijs, vind ik. Ja. 35 euro. Voor Flippercoin. Een magnetische is trouwens 12,50. Dus inderdaad een kleine geschiedenis. We begonnen met de verkoop van morgen dollar replica's van staal. Dat wil zeggen inderdaad, die bleven een magneet plakken. Maar door veel gebruik gaan ze roesten. En toen zijn we eigenlijk overgestapt op de koperen versie. Die bevielen heel erg goed. De messing versie eigenlijk. Nee, koper. En ja, die zijn wel verzilverd en die gaan dus niet roesten. Magnetisch. Dus mensen zeggen, ja, maar dan kan ik hem niet meer op mijn magneet plakken. Kan ik hem niet meer ergens anders laten verdwijnen. Dus nu hebben we koperen munten met een ingebouwde magneet. Dus hier zit een complete magneet inderdaad ingebouwd. Dus ook sterk. Dat schep je in mogelijkheden. Zeker als je meerdere gebruikt, kun je ze ook op elkaar plakken voor het idee. Oké, ja. Voor het idee, deze is niet magnetisch. Nee, daar zit geen magneet in. Nee, dat is gewoon echt we noemen het even een gravity ding. Dus hij blijft ook mooi liggen inderdaad, dat hij een commando geeft bij wijze van. Oftewel een tikje geeft, dan doet hij zijn werk. Ja, heel mooi. Magnetische coin en de flippercoin. En flippercoins, mocht je interesse hebben in magnetische coins, hebben we ook in 50 cent, in 2 euro enzovoort. Te vinden in de categorie close-up trucs. Munten. Trucs met munten. Speciale munten. En dan zie je magnetische munten, flippercoins, vouwmunten, bla 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 bla. Dus, close-up trucs, trucs met geld, trucs met munten, speciale munten, allemaal categorieën. En dan weet je al die speciale munten. Of je tikt een flipper coin en dan krijg je meteen alle flipper coins. Oeh, het is bijna Halloween. En we hebben hem volgens mij al allemaal jaar ook laten zien. Check even de filmpjes op onze website ook. 59 euro. Ja, 59 euro. Super prijs ook voor deze box. Je hebt de lopende hand zit erin. Ja, de zwevende persoon, zullen we maar zeggen. Die zit erin inderdaad. De vinger die eraf haalt en terug erop staat. Ja, vinger door je oor. De gimmick. En hersenflossen. Ja. En
Ja, dat was het eigenlijk al. Ja, dat is een CD-ROM bij met allerlei, of is een DVD met allerlei leuke dingetjes. €59 voor de Halloween. Leuk ding. Echt een leuk ding. Hebben we nog, ik zie kijken of een stapel, niet meer heel veel. Toen allemaal weggelopen. Voor deze prijs, want dan worden ze weer duurder als we ze gaan kopen. We hebben de laatste keer een heleboel tegelijk gekocht, maar dat gaan we niet meer doen. Dus de prijs gaat wel stijgen als deze voorraad op is. Ja. En check ook over Halloween gesproken. We hebben categorie Halloween trucs. Messen, bloed, het zit er allemaal in. Hebben we ook op de website staan. Dus volgens mij zijn we door het materiaal heen. Sneltreinvaart. Toch? Jazeker. Maar. Morgen hebben we. De lezing van Joshua J. Joshua J. 2:00. Mocht je nog dit zien en denken, oh, daar wil ik naartoe. In de auto springen en gewoon komen. Je mag ook even bellen, 's morgens. Winkel is er tot 2:00 open. Om 2:00 gaat de deur dicht. En verplaatsen we ons, ja, ik al eerder gezegd, maar we verplaatsen ons naar de zaal Het Wapen van Velden. Daar gaat de lezing plaatsvinden. De lezing duurt tot ongeveer 4:30. Om 5:00 moet de zaal daar leeg zijn. Omdat er een volgende activiteit daar plaatsvindt, moeten wij daar weg zijn. Dus dan weet je ook meteen, uiterlijk 5:00 kun je weer in de auto naar huis zitten. Als je nog een stukje moet rijden of met openbaar vervoer. Gezellig. Openbaar vervoer, ja. Daarnaast zijn wij volgende week zondag 15 oktober, allebei. In Vilvoorde. In Vilvoorde, op de BMF, de Belgian Magic Federation Goocheldag. Zijn we ook aanwezig. Check onze contactpagina. Ja, ik heb allemaal linkjes vandaag. Daar zie je staan welke beurzen daar wij zijn met een stand. En dan zie je ook een link naar de evenementenpagina. Dus kun je meer informatie vinden over het evenement. Mocht je wensen hebben, geef het even door en we brengen het mee. Als we de voorraad hebben, denk ik. Ja, als we de voorraad hebben. 52 One Deck. Als je die moet meebrengen, zou ik hem nu bestellen. Want die is er dan anders niet meer, denk ik. Ja. Dat was hij. Dat was hem. Niet zo lang update, heb ik het idee. Maar dat zien we pas als we gaan monteren. Wel iets minder chaotisch dan vorige keer. Al viel die achteraf mee. Ja? Heb je hem helemaal gezien? Nee, ik heb hem niet helemaal meer teruggekeken. Nee, behalve knipjes, met zijn knipjes, maar deze is relaxter qua opname. Mensen, bedankt. Tot de volgende keer. Doei doei.